De hub in Roden is gerealiseerd om het openbaar vervoer tussen Roden en de stad Groningen te verbeteren. Sneller, duurzamer en veiliger van Roden naar de stad en weer terug. En daarnaast hebben we op deze hub een verbinding gemaakt met het centrum in Roden. Daar zijn we bezig met centrumontwikkeling en Roden wordt daardoor mooier, maar vooral ook veel groener. We starten zo dadelijk met fase 2, dat is het stuk tussen de Touwslager en het Julianaplein in Roden. Daarnaast zijn we plannen aan het ontwikkelen voor onze bibliotheek. Daar willen we een sociaal maatschappelijk treffpunt voor alle inwoners van Noorderveld van maken. Toegankelijker, met een ingang aan de buszijde, met voorzieningen erin, zoals bijvoorbeeld een koffiecorner, zodat je een kopje koffie of kopje thee kunt halen. Een plek voor studenten, voor ondernemers. De bank zit er inmiddels in, maar het wordt een plek voor inwoners van Noorderveld. Op deze OV-hub hebben we een aantal hele mooie voorzieningen gerealiseerd. Zoals abris, zodat u lekker droog kunt staan als het regent. En het liefst hebben we natuurlijk dat je op de fiets naar het OV-hub komt. Daarom veel fietsparkeervoorzieningen. Watertappunt. En ik heb het geprobeerd. Heerlijk Drents water. En waar kunnen we tegenwoordig helemaal niet meer zonder? Wifi. Ook dat hebben we hier gerealiseerd. En natuurlijk samenkomen kan ook op deze OV-hub. En dan lekker zitten rondom de boom op onze boombank. Veel nieuwe bomen op deze OV-hub. En zoals u kunt zien, de knoppen zitten er al in. Het wordt straks een mooi groen plein.